Het is nog vroeg, maar we hebben een datum. We zijn nu zaterdag. En maandag, dus na het weekend, morgens vroeg, komen ze de shop uitgieten. Dus dat moet alles klaar zijn. Stappenplan, ik ga eerst alles leegmaken. De motoren moeten gewoon buiten. Fietsen in de berging. Of in de logeerkamer. Ja, moet een beetje kijken waar dat wat komt. Dan die plastic uitleggen, dus die plastic. Ik heb daar nog een extra rond, maar ik had net niet genoeg. En op die plastic dan de vloerverwarming uitleggen. Mijn buizen liggen daar klaar. En dan water op de buizen zetten. En dat is het. Dan ben ik eigenlijk klaar. Kijk, dat ziet toch niemand. Ik ga wel even mijn stuurslot opzetten. Dat was ik nog vergeten. Ja, en is dus verkocht, maar nog niet opgehaald. Ik heb al een eerste uitdaging ontdekt. Ja, ze zijn daar een oprit aan het leggen ook. Dat moet droog liggen. Dat is de... Dat is de constructie voor... Amai, nu klinkt het hier wel leeg. Dus dat is de constructie voor die mortel en zo dat ik nog over had. En ik heb die ondertussen gehoord leeggemaakt ook. Hè. Dat is voor de vloerverwarming heb ik nodig. Dat ook voor de vloerverwarming. Dat is mijn trapje nog dat er nog staat. Ik ga eerst alles een keer vegen, want het ligt alweer redelijk vuil. Ja, en nu ga ik eerst en vooral mijn plastic leggen. Dus dat is gewoon een... kijk, dat is zo'n plastic. Dat is bouwplastic. Het dat in 0,2 en 0,1 mm dikte. Ik heb nu 0,1 besteld. Ik ben niet zeker welke dikte dat juist is. Maar dat is echt gewoon plastic. En dat is eigenlijk gewoon een vochtbarrière, omdat die chap bij daarop stort. Die zit vol met water. Dat is een rol van... Ik denk dat het 100 vierkante meter was, die. En van 0,1 mm. En dat kost... €25 plus verzending. En volgens wat ik mij herinner van die andere rol, is dat zo opgevouwen op die rol. Dus ik rol dat uit en knip dan daar een beetje een overschot voor die hoogte te hebben tot over die keer, wat is dat, die plastic waterkering. En dan rol ik dat uit tot daar, knip ik dat af van de rol en dan vouw ik dat open. Ja, ik ben bijna rond. Dus met plastic bedoel ik. Dus het ene dat je moet op, ik plak die naad dicht. En je moet zien dat je overal genoeg hebt, zeker tot voorbij je keer. Waterkering. Ja, ik kan ze niet echt omhoog plakken aan de rand. Maar er komt nog hier dat. Die randisolatie wordt daar nog tegen geprikt. En dan als je die rol legt en uitrolt. Moet je zien, omdat dat dubbel gevouwen is, die plastic, moet je zien dat de vouw aan die kant daar zit. Hè. Dat je hem kunt uitrollen, afpakken en openvouwen. Want als je hem... Ik heb het ook maar ontdekt door mijn tweede keer verkeerd uit te rollen. Als hij verkeerd ligt, moet je nog heel die plastic zitten omdraaien. Ja, dus de plastic ligt overal rondom. Zoals je kunt zien. Nu ga ik die vloerverwarming bekijken. Ja, de vorige keer was ik aan het zeggen dat ik €150 had betaald, dat ik een meter 30 had op een rol gekocht. Maar ik had mij rekenen, terwijl ik de video aan het bewerken was, besefte ik mij van, ja, dat klopt hier niet. Het is eigenlijk, wacht, ik ga er een lat bij pakken. Je kiest ten eerste al afhankelijk van of je hoofdverwarming of enkel bijverwarming. Met vloerverwarming nodig hebt en ook afhankelijk van wat voor ruimte enzovoort kies je je afstand tussen je buizen. Dat is het eerste ding dat je moet bepalen. En dan heb je die lat en ik denk dat elk
opzettingsje een centimeter of 5 is. Ik ga dat meten, hè. Ja, dus er zit 5 centimeter tussen twee zo'n gaten. En dan kies je afhankelijk van of dat al uw enkele verwarming is in die ruimte en je wilt die ruimte echt warm stoken, dan zijn best dat je maar één openingsje tussen laat, dus dat je 10 centimeter tussen uw vloerverwarmingsbuizen legt. Dus dat je een slakke patroon legt met een afstand tussen de buizen van 10 centimeter. Echter, als dat maar bijverwarming is, of zoals hier, dus een garage, dat hoeft niet echt warm gestookt te worden, of de slaapkamer bijvoorbeeld boven, hoeft ook nooit echt helemaal warm gestookt te worden. Dan kun je in plaats van die 10 centimeter ook op 15 centimeter leggen, wat dat in veel gevallen genoeg is. Afhankelijk van die afstand heb je dus meer of minder rol nodig. De vuistregel ongeveer is, of meter, lopende meter op rol, zo. De vuistregel is, als je op 10 centimeter van elkaar legt, de buizen, dan moet je ongeveer rekenen op 10 meter per vierkante meter. Dus dit is 50 vierkante meter, dan zou je een rol van 500 meter nodig hebben. Maar ik ga, zoals ik zei, op 15 centimeter van elkaar leggen, dan heb je maar 7 tot 8 meter, lopende meter van je rol, nodig per vierkante meter. Dus dan is dat al een pak minder. Plus dat ik niet heel die garage vol ga leggen. Ik ga eigenlijk, ik heb al zitten tellen, ik ga ze nog een keer narekenen voor de zekerheid. Maar volgens mij ga ik een oppervlakte van 30 vierkante meter leggen. Dus als dan, dit is 7 op 7. Ja, dus ik ga het in een vierkantachtig, een vierkant met afgeronde hoeken. Ga ik het leggen van rechthoekjes, van 5 op 6. Ik ga dit ding gebruiken. Dan heb ik 5 op 6 is 30 vierkante meter. 8 meter per vierkante meter is 240 meter nodig. En dat is 260 meter die rol. Dus dan heb ik genoeg. Ja, ik heb het uitgetekend. Ik heb hier een trouwe fan die meehelpt. Dat zijn die latten die ik van sprak. Ik heb die in een patroon leg. Daar moet ik ze nog afbreken, dat ze niet overlappen. En dan heb ik, als het goed is, heb ik hier ergens pinnetjes. Die dingen passen exact in de openingen hier van die latten. Dus die gebruik ik om die latten vast te leggen. Er zit sowieso ook een plakrand op, hè. Maar dan nog, zou je best van die pinnetjes gebruiken. Want dat is eigenlijk echt wat je buizen op de grond houdt. En het laatste dat je wilt is dan die buizen boven drijven, hè. Dus ja, doe maar. Voilà, mijn patroon is gelegd. Nu ga ik nog even in het kruis, dus in die dat de buis rechtop aankomt. Dus ik heb daar al afgetekend mijn aan- en afvoer. Ik ga even, dus dat is 5 centimeter, dat is 10 centimeter, dat is 15 centimeter van elkaar. Ik ga even, niet op de die, want op de die weet ik niet goed waar ik uitkom, maar op de die ga ik even aanduiden waar dat ik dan moet buizen leggen. Ik heb dat hier heb ik al gedaan, kijk. Ja, zo klein gaan we dus niet zijn, hè, maar hier. Dat is iets makkelijker als ik dan rond ga met dat zwaar spel. Ja, sowieso, als je een hele leefruimte vollegt of een heel huis vollegt, dan ga je echt niet bezighouden met die streepjes daartussen te zetten. Dat is nu gewoon omdat het maar een kleine ruimte is. Dat gaat misschien helpen straks bij het leggen. Sowieso, als je dat erin legt, je kunt dat er terug uittrekken als je ziet dat je mist zit. Ja, ik ga eraan beginnen. Ik ga mijn buis uitpakken. Best niet met een mes plastic eraf snijden. Ik kan mij niet meer herinneren of er een techniek was om die rol uit te rollen. Ik weet, bij elektriciteitskabels kunnen ze van binnen nemen en dan in de plastic laten zitten en dan blijft dat mooi op een rol. Maar ik denk dat je dit gewoon helemaal los moet maken. Ja, dat uitrollen is niet evident alleen. Want dat moet ook, dat mag niet geforceerd liggen, die buizen. Dat moet mooi uitgerold zijn. Ik heb al door dat ik hier nog latjes bij ga moeten leggen. Ik heb er nog liggen. Maar ik ga die er nog moeten bij doen. Dat hier tussen ook ondersteund is. Hè. Ja, en hier kom ik nu uit.
aan mijn andere buis. Dus hier is het belangrijk dat ik die ruimte overlaat om straks met mijn terugkeerbuis te passeren. Hè. Dus dat mag je niet vergeten in je slakkenpatroon. Ik ga nu helemaal rondgaan, het midden een bocht pakken en terug naar buiten. Amai, het is vermoeiend. Het is echt iets voor mijn twee te doen, als je het mij vraagt. Voilà, we zijn rond. Ik moet nog juist afknippen op een beetje een ruime lengte. Dat ik er morgen dan, en daar vastbinden ergens. En er dan morgen water op zetten. Het was voor, dus in het heen gaan heb ik alles zelf gedaan. Maar in terugkeer, eigenlijk als ik die in het midden moet dan een lust maken. En een is maken om terug te keren. Je mocht dat niet te klein maken. Ik denk dat ik wel een klein beetje overdreven heb dat hij te groot is nu. Maar dat lukte niet, dat lukte mij niet alleen. Dus ik heb dan mijn vriendin gevraagd om de rol vast te houden terwijl ik die lus aan het maken was. En ze heeft dan de rest ook afgerold voor mij. Je ziet overal waar dat er... ja, wacht. Nu moet ik een beetje voorzichtig zijn dat ik daartussen loop. Daar waar dat die plaklint hangt overal. Daar had ik ook eerst nog latten, maar ik heb die latten er terug moeten uithalen, omdat ze eigenlijk, je ziet dat, ja... Ik denk dat die schuine toch geen zo'n goed idee was. Want die, vooral als je naar het midden toe komt... Kijk, je ziet dat de dien bijvoorbeeld is zo een beetje verbogen in die bocht, om daar nog in te passen. Terwijl de die liggen al mooier in de bocht. En ik heb sowieso die zwarte dingetjes, dat zijn gewone nieten. Vergelijkbaar met de die dat ik gebruikt heb voor die latten, maar dan speciaal voor de buis. Je kunt zo'n het verschillende systeem om vloervormingsbuizen vast te zetten. Dus je kunt onder andere in noppenmatten, maar je kunt ook met dat soort tekken, nieters, werken. We hebben zo'n machine dat je rechtop staand kunt. Ik duw ze er nu gewoon met de hand in. Misschien dat ik daar nog die koppeling op zet. Dat ik daar morgen water op kan zetten. Maar ik ga er nu geen water niet. Het is al voorbij 9 uur. Ik ga er nu geen water niet meer op zetten.